Wij leven nu in een situatie. Er komt een Europees vaccinatiepaspoort aan. Mm-hmm. Vanaf 15 mei krijgen we een quarantaineplicht. Mm-hmm. Voor mensen die uit het buitenland komen. Die kunnen opgebeld worden. Als ze op heterdaad betrapt worden, moeten ze dik 400 ja. euro betalen. Ja. Je begrijpt het. Het wordt alsmaar. De duimschroeven worden steeds meer aangedraaid. En dat is dus niet zo. Oh. Dus dat, ik zit te liegen. Nee, maar nee, je zit niet te liegen in de zin van dat er maatregelen worden genomen om die pandemie onder controle te krijgen. Maar de gedachte dat we nu in dit tijdvak in een maatschappij leven waarin de overheid bewust bezig is om ons onder controle te krijgen, is echt een larikoek. Nou, dan kan er even verder. Ja. Ik heb hier een mondkapje. Ja? En het is wetenschappelijk aangetoond dat het niet werkt. Maar dat is wat anders. Nee, maar wacht even. Maar wel moeten we een mondkapje opdragen. En ik word. Goed. Dus het is. Hoe legt dat uit? Dat wordt ervaren als uitermate bedreigend. Als je dingen moet doen waar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Nou ja, goed. Nee, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik snap wat je bedoelt. En waarom maken we onszelf daar druk over? Dan zijn we misschien toch weer terug bij die herdenkingen van de vrijheid, zeg maar. Omdat we in de afgelopen 50 jaar een welvaartsstaat hebben opgebouwd. Die behoort tot de beste van de wereld. Ik bedoel, ik durf simpelweg hier te zeggen dat Nederland een van de beste landen is om te wonen. We mogen ons heel rijk rekenen. Precies. Ja. Wij zijn een aantal dingen totaal ontwend geraakt. En een van die dingen die we ontwend zijn geraakt is geweld. Daar kunnen we niet meer mee omgaan. We kunnen veel minder goed omgaan met de risico's. We leven nu in een maatschappij. We leven in woke. Ja, precies. Van tevoren moet iedereen. Woke generation. Er mag geen risico zijn. En als er risico is, dan moet het vooraf al uitgesloten worden. Ja. Dat is die beroemde discussie die we nu hebben over dat vaccineren. Dat het stoppen van het vaccineren is gevaarlijker. Waarschijnlijk levert een groter risico op dan het wel doorprikken. vanwege die trombose effecten. Ja. Weet je wel, de trombose effecten zijn procentueel gezien veel kleiner. Ja. Dan het intussen aantal overlijdende mensen. Maar waarom vinden we dat dan toch? Waarom vindt de regering dan toch dat ze daarmee inspeelt op de gevoelens van de mensen? Omdat mensen onrustig zijn. Omdat mensen risicogevoelens hebben. Dat is wel iets van deze tijd. En dat komt volgens mij. En daarom reageren we ook, althans maar, veel mensen. Het is niet helemaal duidelijk voor mij. Okay. Dus wij zijn, even plat gezegd, wij zijn watjes. Nederland bestaat uit wij. Nou, dat is een mooie samenvatting. Wij kunnen nergens meer tegen. Dan zeg je, wij kunnen ook niet meer tegen geweld. Mm-hmm. Dat is niet helemaal waar. Want in Arnhem was er gisteren weer enorme rellen op Koningsdag. Mm-hmm. Je hebt voetbalrellen nog voor de COVID in Tilburg, dat wil je niet weten. Mm-hmm. Je hebt zinloos geweld. Wat idioot is, maar gewoon. Ja. Dus je hebt wel geweld, maar op een andere manier. En heel extreem juist. En wat vinden wij van dat geweld? Ja, dat kan niet. Wat 99,9% van de mensen in Nederland vindt van dat geweld dat niet kan. Terwijl ik, als ik de media een beetje volg en als ik de kranten lees en ik kijk naar de tv en ik kijk weer naar allerlei praatprogramma's, vooral praatprogramma's, dan denk ik na afloop van mijn hemel, weet je wel. Ik ga nu met de deken over mijn kop ga ik op bed liggen. Terwijl de maatschappij waarin we nu leven veiliger is dan ooit in onze geschiedenis. De kans dat jij overlijdt door geweld is nooit zo klein geweest als op dit moment in de geschiedenis. En dat verbaast heel veel mensen. En hoe komt dat? Dat komt omdat we dat geweld enorm uitvergroten. Want hoe vaak heb jij plundering van die Wibra-winkel, was dat geloof ik, hoe vaak heb je die gezien op tv? Tijdens de avondklokrellen? Oh ja, in Eindhoven. 50 keer? Ja. Oké, het wordt uitvergroot. Het wordt enorm. En dan om 6 uur bij het journaal en om 8 uur bij het journaal. Oké. Snap je wat ik bedoel? Dat komt door de mediacratie. Maar als je puur kijkt naar de cijfers, is dat niet waar. Cijfermatig is we dat zijn, niet. We leven nu in een betrekkelijk, volgens sommigen zelfs, de meest veilige maatschappij ooit. Grappig, hè? Zou je niet denken. En toch is er volgens mij in de militaire geschiedenis nog nooit voorgekomen dat de veteranen naar het Malieveld zijn gegaan. Zoals in Amsterdam onlangs. Daar hebben we beeld van. Ja.
die dus een vredeslinie opstellen tegen anti-COVID demonstranten. En de ME die erop los zou kunnen slaan. Ja. Daar hebben we een beeld van. Is dat, eerste vraag, is dit historisch wel eens eerder gebeurd? Dat er dus veteranen ineens zich gaan manifesteren bij een demonstratie? Dat is een goede vraag. Nou, volgens mij niet namelijk. Kijk, hier staan ze. Kijk, ja, dat zijn toch, ik vind dat toch wel heel indrukwekkend. Ja, zal ik je vertellen hoe de veteranenwereld heeft gereageerd op hun? Grote schande. Ja? Een besmeuring van het veteranen. De bladen van de veteranen, schande. Veteranen die zich uitspreken en zeggen, dit is niet in mijn naam wat deze veteranen hier doen. Even los, het zullen wel veteranen zijn, maar we weten intussen ook dat er heel veel andere figuren rondlopen met baretten en dat soort dingen. Dus ik moet maar even kijken of dat echte veteranen zijn. Ik heb er ook de voorbereiding gezien. Ze worden echt voorbereid op een militaire manier. Hè? Ze krijgen allemaal instructies en zo. Ja, het is allemaal heel keurig. Het is heel indrukwekkend. Dat is wel mooi. Maar het wordt niet gesteund door het gros van de veteranen. Ja. Sterker nog, heel veel veteranen vinden juist dat je, als je jezelf opstelt tussen de ME, wat vaak ook militairen zijn, hè? Het is vaak marechaussee, notabene. En dat je daarmee als het ware jezelf opstelt achter de... Je kan wel denken dat je een neutrale lijn hebt, hè, want zo wordt het gepresenteerd. Maar in feite bescherm je natuurlijk de demonstranten. En onder die demonstranten, ik ga er niet moeilijk over doen, zitten natuurlijk ook wel figuren waar je voorzichtig mee moet zijn. Die complottheorieën aanhangen, die antidemocratisch zijn, hooligans enzovoort enzovoort. En door jezelf op te stellen voor zo'n groep... Wacht al even, complottheorieën, dat is tegenwoordig, je hebt nu ook... Je hebt complottheorieën en complottheorieën. Yeah. Als ik een telefoontje krijg en het is 5G... en ze zeggen dat ik dan COVID krijg als ik jou bel... Dat is natuurlijk een belachelijke theorie. Maar er zijn natuurlijk ook... Bijvoorbeeld, daar wil ik het toch met jou eens even over hebben... over de Project of the New American Century. Ja. Nou, dat is in 2000 uitgekomen. Ja. En allemaal rechtse hawks. George Bush, Wolfowitz, die minister van Defensie, hoe heet hij ook alweer? Dick Cheney. Die zaten allemaal bij elkaar en die hebben dus gezegd... Amerika moet zijn militaire power in de wereld herstellen. Ja. En daarvoor, het is uitgebracht, dat rapport in 9-11 2000. En een jaar later heb je 9-11. Ja. En twee jaar later, op basis van de leugen, wordt er ingevallen in Irak. En in dat document wat ze geschreven hebben, hebben ze gezegd dat al die landen moeten gaan vallen. En dat zijn al die landen die de Arabische lente hebben. En Syrië zit nog... Iran is aan de beurt en Noord-Korea is aan de beurt. Nou, maar ik wil je maar even vertellen. Ja. En ze zeiden toen, we hebben een catalyzing moment nodig. Een new Pearl Harbor. En dat was dus 9-11. Ja. Hoe is daarop gereageerd militaire kringen? Dan zou ik zeggen, dat is geen complot. Maar dat is een aangekondigd plan. Ja, toch? Ja. En een complot... Die mensen... En volgens mij zijn militairen... Er zijn steeds meer militairen... die om ethische redenen... uit het leger gaan. Nou, wacht, we halen nu een aantal... We gaan nu een aantal dingen door elkaar halen. Misschien wel hierop. denk ik. Ja, het past een beetje in die algemene golf... die we de afgelopen jaren hebben... waarbij internationale samenwerking... Hè, dus de World Economic Forum... misschien dat we het daar nog over moeten hebben. Ja, dat is ook een heel bedreigend iets. Volgens sommigen in ieder geval. De Great Reset. Dat zijn wereldachtige plannen... die dus de vrijheid inperken. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt... want dat is het niet. Vertel alsjeblieft. Nee, wat mij heel erg opvalt bij al die complottheorieën... of dingen die worden gezien als complotten... of waarin complotten worden gezien... want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak... is dat het... laat ik het heel voorzichtig formuleren. Ik discussieer natuurlijk ook wel eens met mensen... die overal complotten zien... of die neem een MH17. Ja, argumenten. MH17 enzovoort enzovoort. Ja. En dan vraag ik ze altijd van... was je nou al tot deze conclusie gekomen... en ben je toen onderzoek gaan doen? Weet je wel? Of is het andersom? Want als ik naar al die complotten kijk... dan kan ik, denk ik, 95% zo verklaren. Moment, ik heb het over dit, hè? The Project of the New Century. Ja, nou, en dat geldt ook voor dat World Economic... Jij noemt dat een voortopgezet plan. Maar dat is natuurlijk gewoon een aankondiging van... Van buitenlands beleid. Ja, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk beleid.
Natuurlijk. Als je gewoon zegt van we gaan alle landen hier als Amerika en zo. Ja, dat paste in een stroming, dat noemen we dan de neoconservatieve. Dat was een stroming die eigenlijk zei, we moeten de Amerikaanse democratie over de hele wereld gaan verspreiden. En als die mensen niet willen luisteren, dan doen we het met geweld. Dus dat was aangekondigd. Hè? Ik bedoel, dat is geen complot, dat is gewoon aangekondigd beleid. Daar stond Bush en zijn mensen voor. Okay. Wat hun eigen leven is gaan leiden, is dat er een catalyzing moment moest zijn. Ja. En daar zien complotdenkers iemand. Niet alleen complot, je maakt het allemaal zo. Niet alleen complotdenkers, ook gewoon deskundigen. Nee. Ja, niet eraan welke deskundigen. Maar goed, daar gaan we het niet over, want we moeten verder. We moeten verder. Maar wat is het punt wat jij wil maken? Ja, het punt wat ik wil maken is dat je kunt bijna alles verklaren. Voor 95% kun je alles verklaren. En wat complotdenkers doen, is die 5% pakken. De 5% die we niet kunnen verklaren, de toevalligheden enzovoort. Okay. Die worden, en bovendien zegt een complotdenker, ik heb het antwoord, maar ik mag de vraag toch wel stellen. Dat is moeilijk discussiëren, hoor, Twan. Ja. Terwijl je andersom... Precies. Zo ben ik opgevoed. Nee, maar je had het net over de woke samenleving, hè? Ja. Dat we niet meer met geweld om kunnen gaan. Oké. Heel moeilijk voor ons geworden, ja. Hè? We zijn naarmate de beschaving groeit, zeg maar. Ja. Daarom... Wil ik je even een minuutje laten zien van Erik Krikke. Dat is een militair. Mm-hmm. Die heeft heeft gediend in het midden, mee in Afghanistan. Mm-hmm. Ja. En die heeft een PT, hoe heet dat weer, posttraumatische stressstoornis opgelopen. Ja. En die heeft een theatervoorstelling gemaakt. Ja. En daar hebben we even beeld van. Dat is een minuutje. Heb je dat gezien? Ik heb de voorstelling zelf niet gezien, maar ik ken het verhaal van Krikke inderdaad. Hij heeft ook al gepubliceerd. Dus ik heb die voorstelling wel gezien. En dan zie je dus in Willemstad, in de kerk, in de protestante kerk. Mm-hmm. En ik wist niet wat ik zag, want ik zag om me heen militairen uit alle delen van Nederland daar naartoe komen. En die zag ik daar huilen. Mm-hmm. Ik ben iemand van... if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Ja. Yeah. En ik dacht, ja, hallo zeg. Mijn thuis stond mij op dat moment diep in mijn ogen te kunnen kijken. Dan hadden ze mijn demonen gezien. Wat deed je in Afghanistan? Papa, waarom huil je? Mijn bermbond discrimineert niet. Maakt het niet uit of je man, vrouw, jong of oud bent. Ja, enorm. Ja. En hoe is daar nou op gereageerd, de militaire kring? Ja, hier kom je niet uit, trouwens. Ja. Van posttraumatische stress wel. Misschien wel terecht ben gekomen in een fase van posttraumatische groei. Ik hoop dat ik met het delen van mijn verhaal vanavond iets bij jullie teweeg heb mogen brengen. Mijn naam is Erik Krikke en wij zijn Seven Bridges. Ja, boeiend. Hè? Hier komen wel koude rillingen. Hier komen twee werelden samen die niet te verenigen zijn. En dat is dat we aan de ene kant militairen zien als, wat jij net zegt... if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Een militair is stevig, is hard, kan een klap hebben. Tegelijk ook worden die militairen geconfronteerd met zaken. Daar kunnen ze vaak zelf ook helemaal niets aan doen. En dat is dat we weten dat zo'n 5% van de militairen... vaak voor langere tijd geestelijke problemen krijgt. 25% heeft zelfs tijdelijk... problemen met de missie of de actie waarmee ze geconfronteerd zijn geweest. Dus wat we eigenlijk doen is, als we die militairen uitzenden... we zenden er 1000 uit, dat we van 250 redelijk zeker weten... dat we daar een probleem mee krijgen. Een probleem in de zin van eventueel zelfs posttraumatische stress. De vervolgvraag is, hoe ga je daarmee om?
En daar komen die twee werelden samen die niet te verenigen zijn. En dat is aan de ene kant... Dat vind jij of dat is de mening van... Nou, ik denk dat veel mensen dat vinden. Want die show die werd echt ondersteund door het ministerie van Defensie. Ja. En terecht. Dit is iets wat we niet moeten wegmoffelen. Zoals toch met alle respect in Indonesië. Of in Nederlands-Indië. Naar Nederlands-Indië is gebeurd. Naar Indonesië is gebeurd. Naar 1949 is gebeurd. In onze maatschappij zouden we niet meer accepteren dat hier niets aan gebeurt. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat als je gewoon de gemiddelde Nederlander vraagt van wat is nou het eerste beeld wat je hebt bij veteranen, dat het hoogst bovenaan staat PTSS, getraumatiseerd, gestrest, beschadigd. Dat is fascinerend, hè? Terwijl maar, en daar bedoel ik niet maar een paar procent van de veteranen echt schade oploopt en eigenlijk 80-90% de uitzending ziet als een positieve ervaring. Ja. Dat is toch fascinerend? Ja. Maar stel nou eens dat de minister of de minister van Defensie... Of de premier of de minister van Defensie komt voor de Tweede Kamer... en zegt van luister eens, die getraumatiseerde militairen die hebben pech gehad... zouden we denk ik niet accepteren met z'n allen. Dus we moeten daar aandacht aan besteden. Nou, wat gebeurt er? Die zorg is lastig, kost geld, is tijdrovend. Dus... Sommige veteranen stappen naar de media. De media pikken dat verhaal op natuurlijk. Hè. Een beter verhaal kan je als journalist bijna niet krijgen. Human interest, emotie, muziek. Alles bij elkaar. Het is een vat van journalistieke aantrekkelijkheid. Ja, en dat versterkt dan ook alweer. En zo ontstaat dus aan de ene kant in de beeldvorming het idee... dat zowat elke veteraan beschadigd is, wat dus niet zo is... Maar tegelijk zie je het gevoel bij ook heel veel mensen... ook wel bij heel veel militairen... die zoiets hebben van, luister eens, get over it, weet je wel. Ja. We moeten gewoon door, we zijn militairen. En overigens is dat een garantie om te zorgen... dat er nog meer getraumatiseerden bij komen, als je het negeert. Ja. Dus je zult ergens een middenweg moeten vinden... en daar is Defensie op dit moment mee bezig. Kijk, een concreet voorbeeldje. Moet je getraumatiseerde militairen een vergoeding geven? Dat is een stomme vraag misschien... Een extra pensioen of een omname. Ja, mijn reactie zei ja, tuurlijk. Ik bedoel, ze hebben dat opgelopen in de tijd van Defensie enzovoort enzovoort. Maar Defensie redeneert natuurlijk ook, ja, luister eens, als wij alle getraumatiseerden de rest van hun leven een uitkering moeten geven, dan stort de defensiebegroting in elkaar. Ja, en daar is het al zo slecht mee gesteld. En daar is het al zo slecht mee gesteld. Snap je het dilemma? Ja. Die twee gaan wij niet samenbrengen. Ja. Kan niet lukken. Laatste. Hoe zit dat eigenlijk? Want ik lees ook in de krant dat er ook ondanks COVID. Ja. Nog meer miljarden wereldwijd wordt uitgegeven aan oorlog. Ja, 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 ja. Of conflict. Ja. En dat in Nederland, dat wij moeten met amper kleding en poefpaf, schiet. Jij bent dood nu, je kent het, hè? Ja. Wat, raar, hè? Dat noemen we, in mijn vak noemen we dat de guns and butter discussie. Met andere woorden, moeten we geld besteden aan kanonnen of moeten we boter kopen? Met andere woorden, moeten we burgerspullen kopen of moeten we militaire spullen kopen? Nou, spelen twee ontwikkelingen. Ten eerste blijkt maar weer dat soort dingen, militaire aanschaf, materieel, totaal losstaat van heel veel andere dingen. He, dat is een wereld op zich, echt, neem dat van mij aan. Eisenhower waarschuwde daar al voor in de jaren 50 als president... het militair-industriële complex, dat bestaat. Ik bedoel, alleen al in Amerika zijn ongeveer 5 miljoen mensen... elke dag bezig met wapens ontwikkelen en bouwen enzovoort enzovoort. Ja. Het totale kosten van het JSF-project voor Amerika zijn 1,2 biljoen dollar. 1,2 biljoen dollar. Tegelijk zie je dat we, vooral in West-Europa, zijn we terechtgekomen in een situatie... we hadden het er net al een beetje over, dat we gewend zijn om geweld abnormaal te vinden. En dat betekent ook dat we onze defensiebegrotingen... ja, je hebt de keuze, hè, tussen dat ziekenhuis, dat noodhospitaal op de hoek sluiten... of nog maar wat extra bezuinigen op defensie. Ja. Waar zou de gemiddelde Nederlander voor kiezen? Ja. Ik denk dat de defensieeenheid kleiner wordt. Ja. Zit er bij jou als persoon, want we moeten een punt aan. Jammer. Zit er bij jou ook een beetje een spagaat? Ja. Ja. Ik zou natuurlijk ook heel graag zien dat de wereld nu, dat we nu allemaal Kumbaya gaan zingen en een Polonaise de deur uitgaan. Dat gaat niet gebeuren. Er zijn in deze wereld nog zoveel onderhuidse spanningen. Nationalisme is er daar eentje van. Religie, allerlei oorzaken van conflict en oorlog. En daar gaan we voorlopig ook de komende decennia niet van afraken. Dus ik snap absoluut het besef van het willen hebben van een sterke defensie. Dat snap ik.
En ik denk dat wat dat betreft de NAVO ook eerlijk gezegd de beste is wat ons kan overkomen. Want het is in ieder geval nog een democratische organisatie. En tegelijk zie je dat dat eigenlijk alleen maar kan als er een algemeen besef bestaat bij de burgers en bij de politiek dat dat nodig is. En dat besef van dat ontbreekt. Ergens, als je nu de gemiddelde Oudenbossenaar zou vragen van moet de defensiebegroting niet een flink stuk omhoog? Dan zou hij zeggen, ja, dat is goed. Maar dat betekent wel dat jij straks minder ziekenhuiszorg krijgt. Dan zal hij nou... Wat vind jij eigenlijk? Ja, ik vind dat er wel geld bij moet, ja. Ik denk dat we nu langzaam maar zeker... Ben je ook voor herinvoering van de militaire dienstplicht? Nee, daar ben ik absoluut tegen. Ik wel, maar dan sociale dienstplicht. Nee, daar ben ik ook op tegen. En dat komt en omdat... nou, we maken dus een mooi einde aan. Want, ik moet dan altijd denken aan Buma, weet je wel? De CDA-burgemeester. 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 Die pleit regelmatig voor de herinvoering van de dienstplicht ter disciplinering. En dan zeg ik, ja, maar... Siebrand, met alle respect, maar daar is de krijgsmacht niet voor. De krijgsmacht is er niet voor om rotjongetjes zo op te voeden. Nee, er moet serieus structureel geld naar Defensie. En dan zou ik zeggen, een paar miljard erbij. Vind ik wel dat Defensie zelf even zijn zaak op orde moet krijgen. Ja, want... Ben jij in militaire dienst geweest? Nee, ik ben van... Fascinerend, hè? Ik ben van 1959. En in 1959 werd de dienst, kort daarvoor werd de diensttijd verkort. En daardoor hadden ze dat jaar minder soldaten nodig. Daar zit dus geen complot achter. Maar betreurde je dat? Ja, achteraf natuurlijk wel. Maar ja, dat is makkelijk praten nu natuurlijk. Nee, maar was jij niet vroeger van de SP en zo? Nee, ik zou gewoon in dienst zijn gegaan. Jouw familie ook? Jouw broers en zo, die zijn allemaal wel in dienst gegaan? Die waren allemaal niet pacifistisch. Die deden gewoon mee. Jij hebt geen kinderen? Nee. Dat is wel bewust, want ik zou ik zou in deze tijd namelijk geen kinderen willen hebben. Nou, dat speelt wat meer. We hebben kinderen gehad. Ook lieverd. Ja, en dat hou ik niet geheim. Dat is waarom zou ik? Nee, we hebben een zoontje van 7 gehad. Dus ik voel mezelf nog steeds vader wat dat betreft. Maar die is helaas overleden aan ziekte, aan een kanker. En we hebben ook nog 2 zwangerschappen moeten afbreken. Dus we zijn, als er een lieve heer is, dan heeft hij ons behoorlijk goed uitgezocht. Over statistiek gesproken. Dus ik voel mezelf wel vader. Ik ben nog steeds vader, zeg maar. Maar het klinkt heel stom. Op dit moment heb ik geen kinderen. Nee. Stom, hè? Ja, ik merk ook altijd dat als je dat vertelt, dat mensen zoiets hebben van, oh jee. Maar ik heb intussen wel geleerd om het te vertellen. Want als je het stilhoudt, dan wordt het een last. En terwijl je gewoon, en iedereen in mijn omgeving weet het intussen ook, uiteraard. Dan is dat toch een opluchting. Weet je wel, dat je dat gewoon, en het heeft een paar jaar gekost voordat ik dat durfde en kon. En nu vertel ik het gewoon. Dus. Een deel van mijn leven. Ja. Een slokje. Stom, hè? Ja, het is iets wat ze zeggen altijd van een kind verliezen is het ergste wat er is. Weet je wel, dat is eigenlijk buiten proportie. Dat kan je eigenlijk niet meten, zeg maar. En als je het dan overkomt, dan denk je van, jeetje, wat een rollercoaster, zeg. We hebben zes maanden lang in het ziekenhuis gebivakkeerd, weet je wel. In het Erasmus. En dat was een... En het stomme is, Twan, we hebben op geen enkel moment getwijfeld of we zouden doorgaan. Weet je wel, we hebben altijd gezegd van... Er waren periodes bij dat we 3 dagen niet sliepen. Weet je wel, gewoon wat de zorg ging gewoon 's nachts door in het ziekenhuis. En na 3 dagen ben je echt back af, hoor. Neem dat van mij aan. Ja. En toch was het volkomen vanzelfsprekend. Dan komt er blijkbaar iets in je los. Ja, de fight and flight. Al die, precies. Ja. En dan is het misschien toch wel weer een schakel met mijn militaire belangstelling, denk ik. Ja. Wat? Sorry? Ja, dat is dan misschien toch ergens wel weer een gekke schakel met wat militairen natuurlijk. Ja, die hebben ook allemaal dit soort dingen meegemaakt. Ja, of ander soort dingen natuurlijk, maar ergens wel weer vergelijkbaar. Ja, ja. Dus misschien dat ik ze nu een beetje snap. Ik denk als jij in de militaire wereld dit vertelt, dat iedereen dan ook wel geschrokken zijn, maar niet weglopen of zo. Nou, vaak hebben ze natuurlijk ook zelf heel veel dingen meegemaakt. Ja. Ze hebben vaak Peter van Oem. Bijvoorbeeld, hebben een zoon verloren of hebben een kameraad verloren of zijn voor hun leven lang invalide of verminkt geraakt. Ja. Dus je komt wel terecht in een wereld waarin omgaan met leed op een ander niveau staat dan bij de gewone burger. Ja. En dat moeten we onszelf wel realiseren, denk ik. Ja. 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 Wat een afsluiting, toch?